Familieactrice Charlotte Siewe kennen kijkers van Familie beter als Louise. Haar carrière als soapactrice is fantastisch van start gegaan. Maar hoe zit dat voor de toekomst? Wat ziet Charlotte zichzelf nog doen en voor welke rol mogen ze haar zeker nog bellen? En er zijn zowel van die programma's met BV's zoals The Masked Singer, Dancing with the Stars. Zou je daar ooit aan willen meedoen? Het ding is, ik kan niet zingen en dansen toch ook niet. Je ziet wat die maar daar wordt je in gecoacht, hè? Daar wordt je in gecoacht, dat is waar. Ik weet, ik zeg nooit nooit. Ik zou misschien wel aan zoiets meedoen, hoor. Maar ja, maar echt mijn grootste angst is denk ik zingen op het podium. Allee, ik had in Lemmens gezeten. En ik moest zo'n zangexamen doen. En dat was echt kei grappig. Als in voor de anderen, niet voor mij. Ik moest toen... iedereen zong dan zo kei mooie zo musical nummers. En zo van Wicked en van Disney. En dan mijn eerste lied dat ik mocht zingen. Zo'n stuk noemde Hoya Hoy de Bootsieshoek. Dat was echt een jam. Dat is echt een verschrikkelijk lied. Allee, dat was gewoon echt een kinderlied, precies. En de rest mocht echt van die goede liederen zingen. Maar gewoon, ja... Ik had zoveel stress om voor publiek ook te zingen. Ik heb dan geen vat meer op mijn stem ook. Dat is echt niet binnen uw comfortzone. Ja, dat is niet binnen mijn comfortzone. Maar ik zeg nu niet dat ik mega vals en slecht zing. Want ja, ik heb dan wel daar op school een beetje leren zingen. Op toon of zo, soms. Ik zie nu al dat Aaron dit filmpje zou bekijken en me echt een grandioos zou uitlachen, want ja, die kunnen keigoed zingen allemaal. En ik niet. Maar ik kan wel echt op toon een beetje zingen, maar het is gewoon echt niet zo goed. Wie weet, komen we dat dan ooit nog wel eens te weten, hè? Goh. Isaure, reken daar maar niet op. Heb je al andere aanbiedingen gekregen, eigenlijk? Nee. Nee. Maar ik ben ook heel slecht, wat ik even wil zeggen, in zo'n dingen zoeken. Ik ben daar echt heel slecht in. Want ik ben wel zo, dus 2022, het jaar van misschien er zo nog iets bij doen. En zien van, wat zijn nog mogelijkheden? Maar ik weet echt niet. Ik heb ook geen manager of zo. Ik weet totaal niet hoe ik naar zo'n dingen op zoek moet gaan. Ik ben daar heel slecht in. Maar ze hebben jou ook nog niet gecontacteerd of zo? Nee. En voor welke rol zou ze jou dan wel mogen bellen? Voor welke rol? Het mag eender wat zijn. Voor welke rol zouden ze mij mogen bellen? Ze mogen me altijd bellen voor Katniss van de Hunger Games. Dat is direct hoog gemeet, maar... Marvel mag me ook bellen.